Het was voor Noppert zijn vijfde Players Championship-titel in evenveel finales, en er zijn maar slechts twee spelers die in de geschiedenis van de PDC hun eerste vijf vloerfinales in winst konden omzetten. Dus een kleine quizvraag, mannen: wie zijn die twee voorgangers? Oeh, dat moeten we gaan gokken. Hè. Van Gerben? Het is niet van Gerben, maar het is wel een landgenoot. Oeh, hij is al vernoemd. Van Barneveld? Ja, Barney. Oké. Oh, Echt waar? Barney die won oh. in 2006 en 2007 zijn eerste 5-Players Championship finales. Oké, okay. oh, dat, dat, okay. dat moet je volgende keer even vermelden als hij bij jullie zit bij Via Koert. Dat is ja. een positieve statistiek. Zeker weten. En Dan, 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 dan denk ik dat die tweede Taylor is. Nee, helaas. Het is Rob ja. Cross. Nee, joh. <laughs> ja. Althans, als we dat nieuws mogen geloven. <laughs> ja, die moet je geloven. Ja, moet je Rob Cross wist dit kunststukje te herhalen in de periode van 2018 tot en met 2024. Over een vrij lange periode, dat wel. Goh. Nou, dat had ik niet zien aankomen. Nee, ik ook niet. Hey, hey. Nou, dank voor deze informatie. Jij bent weer, weer uh, een stuk beter <laughs> voorbereid dan wij. Uh. Ja, een stukje huiswerk voor je, Koert. Ja. <laughs> Maar ik vind dat wel handig om die podcast te doen en dan veel over actualiteit te praten, want zo op die manier zoek je bepaalde dingen op die je dan meeneemt in je presentatiewerk of in je commentaar. Ja. ja. Dus dat is wel nee, heel leuk blij. om te doen. Ik wil ook nog een bloemetje werpen naar één iemand uh, als we het uh, nog hebben over de vloertoernooien. Want in een van de meest recente vloertoernooien werd er een Nine Darter gegooid door niemand minder dan de bronzed Adonis, Steve Beatty. Ja. Ja, ja. Op zijn zestigste, mooi. Ja. Geweldig hè, ja, dus, uh, helaas gaat hij afscheid nemen, maar uh, het, het is geweldig dat die man nog rondloopt hè. Ook echt een van ja. de oude characters. Ja, dat jammer, is... dat hij, jammer dat hij ermee stopt, maar uh, mooi dat hij aantoont dat je op uh, vergevorderde leeftijd nog altijd dit soort prestaties kan neerzetten. Uh, en uh, Nijndarter, uh, ja, weet je wat ik het, het mooiste hiervan vind, is dat het, het laat ook zien dat het darten uh, als sport leeftijdsloos is. Uh, in principe. Ik, het is natuurlijk als je straks 70 bent, uh, misschien niet meer te doen. Maar op je 60ste nog zo'n prestatie neerzetten. Ik werp uh, eveneens vanuit Nederland een bloemetje naar Steve bieden. <laughs> nou, mooi. Drachtig, inderdaad. Ja, je hebt nu ook Linder van 17. Je hebt Paul Lim van voor mij 66 inmiddels. Gok ik. Dus uh, inderdaad, wat je zegt, het is echt uh, leeftijdsloos. Dus uh, heel knap gedaan en ontzettend jammer dat hij uh, ermee stopt. Want het blijft toch een mooi verhaal. Om, om, en, en een mooi gezicht om Steve Beaton nog altijd de Bronze Adonis te hebben. dat is hij al lang niet meer natuurlijk. Maar nee. nog steeds in mooie De, de grey de gray Adonis is het eigenlijk meer nu. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar nog steeds in dat, in dat witte shirt met die bijnaam op de achtergrond. En, en niemand heeft een hekel aan die man. Wat is dat een aardige gast?